Deze nieuwsuitzending die gaat over evolutie en is bedoeld voor evolutietheoristen, bijbelgelovende christenen en mensen die zich nog geen mening hebben gevormd en nog twijfelen van ja, zal ik P van de A stemmen of CDA op 23 mei. En dan natuurlijk qua evolutie gebeuren. Ik heb dit voorbereid. Ik moet de microfoon een beetje bijstellen, want papa gaat voorlezen. Oh ja, en papa heeft ook een ernstige verkoudheid. Het is ontzettend koud geworden. Plotseling, zomaar in Nederland, zonder dat ze dat mij gevraagd hebben. Ik denk de hele tijd, nou, global warming, het zal wel meevallen. Hey. Nou, dat valt helemaal niet mee. Jeetje man, 10 graden Celsius. Het is, dat is even wennen voor papa Perry. Het is een mooi snip verkouden geworden. Maar gelukkig, ik had nog zatdoekjes. Ik heb voor mij een boekje. En dat heet De Causale Verklaring van het Leven. Reuze oud boekje. Heel simpel is het. De kaft is gewoon een tintje, wat is het? Gelig of zo. En daar hebben ze stickertjes opgeplakt. De sticker op de voorkant. De causale verklaring van het leven. Dan de naam van de auteur. Professor Dr. H.J. Jordan. En daaronder vierde druk. En dan een streepje. En daaronder uit leven en wetenschap. Ik denk dat dat een serie is. Een andere sticker die zit op de rug. En op de achterkant staat helemaal niks. Dus... Het boekje heb ik gekocht voor 5 gulden. Dus omgerekend naar euro's, zeg maar 2,20 euro. Bij, bij het antiquariaat, toen dat hier nog was in Arnhem. Hadden ze een hele leuke filosofiekast. De meest aardige boekjes stonden daar. Het is uitgegeven in 1943... door de NV Noord-Hollandse Uitgeversmaatschappij te Amsterdam. Kijk, er zit nog een paginaatje tussen. Dit is de vierde druk en de eerste druk. Wanneer was die dan? Kijk, hoe is dat? Dus de inhoud. Oh ja, is dat de eerste druk was in 1940, oktober 1940. Daar waren de Duitsers net 5 maanden hier Auschwitz-bieten aan het roeven. De tweede druk was in april 41. Toen was mijn vader net... mijn vader is geboren in januari 41. Was mijn vader 3 maanden oud. En de derde druk was op 10 september 1942. En de... Even kijken. Eerste druk, tweede druk, derde druk. Ja, en de vierde druk was... van 1943. Maar die Jordan die woonde al die dagen, al die drukken, in Utrecht. Heel interessant boekje. Ik lees even wat stukjes voor, die heb ik er uitgelichterd. Ik pak hem even op bij hoofdstuk 3. Kritiek op het causalisme van de 19e eeuw. En dan gaat hij. Het is niet onze taak alle bestanddelen van de leer van Haeckel of Darwin te kritiseren. Beide opvattingen als geheel behoren niet meer in onze eeuw. Nou, dat is de. Dit is genoeg, hè? Dus Haeckel en Darwin. Die zijn even afgeserveerd door meneer professor dokter H.J. Jordan. Dat legt hij uit hoor. Dus, ik ga zo dadelijk een stukje voorlezen van een experiment wat ze gedaan hebben. En dat maakt het helemaal duidelijk dat er veel meer aan de hand is. Maar nog even een ander stukje kritiek. Dat is paragraaf 5 van... Dat is wel heel officieel, gewoon het dan. Paragraaf 5 van hoofdstuk, hoeveel?
Blader, blader. Het is niet zo'n dik boekje, hoor. Van hoofdstuk 5. En daarvan paragraaf 5. En dat heet Onze nieuwe inzichten in het wezen van het leven en de leer van Darwin. Het is overbodig in onze tijd nog een volledige kritiek op het Darwinisme te geven. Eigenschappen van planten en dieren worden volgens Darwin door toevallige omstandigheden aan het reeds bestaande toegevoegd. Derhalve zou alle evolutie op de summatie van dergelijke kleine toevoegsels berusten. Als men, en dan komt hij met een voorbeeld, als men bij een orgel een ander register trekt, komen nieuwe klanken. Zij ontstaan echter niet door het uittrekken van het register, omdat zij potentieel reeds bestaan en wel als onderdeel van het totale organisme van het orgel. Dat is wat hij... dat is de vergelijking die Jordan trekt, hè? Want als je een orgel hebt, dan kan je dus van die register, heb je van die dingen, moet je aan trekken en dan gaat er een ander register open en dan krijg je een ander klankje. Hè? Dat is... Je kan zeggen, ja, toevallig trekt er iemand aan het register. Dus dat is een toeval. Hè? Maar trekkend aan het register dat dan die klank komt, dat is een potentie die in dat orgel zit. Dus een orgel gaat niet toevallig. Ze hebben een of andere baby zit erachter en die weet niks van dat orgel. En die zit een beetje op die toetsen te drukken. En die voelt aan zo'n registerknop en die trekt eraan. En dan klinkt dat orgel heel anders. En dan denk je, hé, dat is toeval. Nee, dat is geen toeval. Er is een baby bezig. En, ja. Maar dat orgel was al in potentie daarop ingericht. En dan komt hij hier met een mooie... Een oog zonder het daarbij passende zenuwstelsel is een ziekte. Want bij Darwin is het zo dat ogen, die zijn toevallig ontstaan. Ja, maar dan moet er ook toevallig een oogzenuw zijn ontstaan, hè? En een oog toevallig ontstaan, ja, je hebt een netvlies, een hoornvlies, een glasachtig lichaam. Je hebt de kegeltjes en de staafjes en je hebt de lens van het oog. Je hebt die spier eromheen, dat je kan focussen met je oog. In de verte kan je kijken en dichtbij kan je kijken. Daarvoor moet je dus de brandpuntsafstand van die lens, die moet je veranderen. Als je vlakbij scherp wil zien, dan moet die lens heel bol zijn. En als je in de verte scherp wil zien, dan moet die lens vlak zijn. Ik weet er alles van, want mijn oog is... Mijn oog is niet doorgegroeid, zo is het dan. Dus ik kan goed in de verte kijken. Dus ik ben verziend, dan is het dan. Ja. Maar dat hele... Niet alleen een oog moet toevallig ontstaan, maar alles daaromheen moet meewerken. Van, oh, er komt een oog, oh, er komt een oog. Dus ook de hersenen, want je kan wel een oogzenuw hebben, maar die oogzenuw moet wel aankomen in de hersenen. En die hersenen moeten daarop ingericht zijn. Maar ja, hier komt informatie uit het oog. Dan moeten die hersenen, kortom, er moet alles moet in één keer er zijn. Een oog zonder zenuw, een oog zonder het daarbij passende zenuwstelsel, is een ziekte. Punt. Daar heb je helemaal niks aan. Dan krijgen we nu een stukje, en dat is dan hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 5, maar dan paragraaf. Paragraaf 3 of zo. Ja. Paragraaf 3. Erg leuk. Ja, je zou het eigenlijk moeten hebben. Heel leuk om dit even te lezen op een winteravond als het slecht weer is.
Interessant hoor. 1940, jongen. En er wordt hier het voorbeeld genoemd van Sagittaria sagittifolia. Weet je gelijk al wat het is, hè? Want Sagittaria, moet je denken aan Sagittarius. En wat is Sagittarius? Dat is de boogschutter. En dat gaat hier over het... dus ik denk het... pijlkruid of zo. Denk ik dat je dat de Nederlandse naam zal zijn. En dat is een plantje en dat groeit in sloten. Dat staat hier met dubbel O. Sloten. En het heeft zowel lijn als pijlvormige bladeren. Zolang de bladeren onder water zijn, blijven zij lijnvormig. Boven water krijgen zij den vorm van een pijl. Het heeft te maken met de lichtintensiteit. Terwijl het dezelfde bladeren zijn. Er is dus een bepaalde potentie in zo'n blad om die pijlvorm te hebben of die lijnvorm. En die potentie zit dus in dat blad. En dan gaat hij hier verder. Bij oudere embryonen van amfibieën, net zoals haakjes, salamanders enzovoort, oefenen sommige delen van het lichaam op andere een bepalende invloed uit. Men noemt deze bepaling inductie. En de delen waarvan deze werking uitgaat, organisatoren. Deze veroorzaken het ontstaan van organen die, volgens het bouwplan van het dier, bouwplan van het dier, in hun nabijheid moeten ontstaan. In een bepaald stadium vormt het embryo een opening, den oermond. Dan wordt het verwezen naar een figuur, dat zal ik nu niet oplezen, want jullie kunnen toch niet kijken. Ik heb geen camera erbij. Hè? Den oermond, welks bovenlip de eigenschap van een organisator heeft. Deze organisator dwingt het omgevende opperhuidweefsel, centraal zenuwstelsel, te vormen. Men kan een stukje buikhuid uitsnijden en in de buurt van den oermond implanten, na aldaar een stukje huid weggenomen te hebben. Het stukje buikhuid vormt nu, onder invloed van den oermond, centraal zenuwstelsel, terwijl het zonder deze verplaatsing een stuk van de huid van den salamander gevormd zou hebben. Ja, dus is er dus bij een dier een bouwplan. En in een embryo, embryonen van amfibieën, daar bevinden zich organisatoren. Dat zijn delen met een werking. En die werking van die organisatoren is inductie. Dus er zijn bepaalde delen in zo'n embryo. En die sturen de andere cellen aan. Van, hey joh, jij moet dit gaan doen en dat gaan doen. Net als bij een bouwbedrijf. Ja. Heb je ook een voorman. En die brult, ja, die kozijnen moeten vandaag geplaatst worden. Want morgen komt de metselaar. Of andersom. Ik denk andersom. Vandaag moet de metselaar aan de slag, want morgen moeten de kozijnen geplaatst worden. Maar er is dus een bouwplan van een dier ook. Dat zegt meneer Jordan. Dat kan niet anders. Want wat ze dus gedaan hebben, ze hebben daadwerkelijk een stukje van de huid van de buik van een amfibie eruit gesneden. Een stukje bij de oermond. Dat is in zijn embryo. Dat is het eerste ding waar je denkt, oh, daar wordt een mond. Nou, daaromheen moeten dan zenuwstelsel dingen komen. Nou, en die buikhuid, die,
die wordt normaal gesproken helemaal, die gaat helemaal geen zenuwstelsel vormen. Maar verplaats je die buikhuid nou naar een plek in de buurt van de oermond, dan gaan die cellen van die buikhuid denken van, oh, we gaan een centraal zenuwstelsel maken. Ja, natuurlijk, ik voel het al. Ja, En hebben ze dus nog een experiment gedaan. En daar hebben ze een stuk van een embryo van een salamander, de Triton teniatus, een stukje huid vervangen door een stukje huid van een hele andere amfibie, namelijk een axolotl. Ik weet niet of je die beestjes kent. Dat zijn van die amfibieën en die hebben de kieven aan de buitenkant van het lichaam. Hele aparte beestjes, axolotls. En daar werkt het zelfs ook. Dus dan krijg je dus in die Triton teniatus snij een stukje huid weg. Daar stop je een stukje huid in van de axolotl. En die huidcellen van die axolotl die gaan fijn meedoen aan het bouwplan van de Triton teniatus. En in dit geval wordt er een lens gevormd. En je kan zien, daar staat hier ook nog, ook dit stuk. Dat gaat over een stuk huid van de axolotl. Ook dit stuk wordt nu door den oogbeker van den gastheer, tussen aanhalingstekens, gedwongen een lens bestaande uit goed onderscheidbare axolotlcellen te vormen. Nou, hier staan ze ongelooflijk vreemd van te kijken. Den biologen. Hoe ken je het nou? Maar dit is maf. Ja, dat is ook heel maf. Een bouwplan van een dier. Nou, kom je erbij? Ik heb toch verteld in de intro, dit is bedoeld voor evolutionisten en voor bijbelgelovende christenen. Dit is een kritiek op het werk van Charles Darwin. Gepubliceerd voor het eerst in 1940. Door iemand die toch twee titels heeft weten te scoren. Namelijk eerst die van dokter en toen die van professor. En die heeft een partij gepubliceerd, man. Er zit hier een literatuurlijst bij. Heeft natuurlijk ook een hele lijst hoor, van wie staan er allemaal in, wie wordt het allemaal genoemd. Degene die ik echt niet ken, zou ik niet noemen. Darwin natuurlijk, The Origin of Species by Natural Selection. Iets van Frenkel, iets van Haeckel natuurlijk dan. Generelle morfologie der organismen. Allgemeine Grundzüge. De organische vormwissenschaft, mechanisch begründet door die van Charles Darwin reformierte descendentstheorie. Gepubliceerd in Jena. Nou, Kant, wat staat erbij? En die ken je allemaal. Nou, Laplace, die heeft ook veel wiskunde gedaan. En Malthus zat erbij. Pavlov, van die beroemde hond. Max Planck. Van het Max Planck Instituut. Zo. Nou, de rest ken ik allemaal niet zo. Kan ze wel voorlezen, maar... Ook nog een meneer, en die heet Janssen. Ja, dat... Iedereen heet Janssen. Maar van Jordan zelf, hij heeft natuurlijk zijn eigen werk natuurlijk het meeste geciteerd. Maar dan hebben we het over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En het Nederlands
in het Duits, in het Frans. Meerdere in het Frans. Nou, een paar in het Nederlands. En de meeste in het Duits en Frans. La conception naturaliste du monde dans ses rapports avec la méthode dialectique ou synthétique en biologie. Gepubliceerd in Recherches philosophiques, volume 1. 19, 30 et 1. Dat komt nog net maar weg. 1931 en 32. Volume 1. Pagina 179. Nee, die man heeft een hoop gepubliceerd. En die kon wel wat. En die spreekt er dus ook over. En als je het hebt over het bouwplan van een dier, wat dus kennelijk al in de embryo zit, maar nog niet gemanifesteerd is. Ja, waar zit dat bouwplan dan? Vraag ik mij af. Even weer de microfoon bijstellen, want ik ben uitgelezen. Het boekje is dicht. Als je het interessant vindt, dan wil ik het wel voor je inscannen. En dan moet je me even een berichtje sturen. Alle reacties op YouTube krijg ik een notificatie van. Dus je hoeft mijn e-mailadres niet te hebben. Gewoon via YouTube klik. Ik wil graag het boekje lezen. De causale verklaring van het leven. Dat is interessant, denk ik. Ook voor jou. Al ben je een evolutionist. Nou, dan ga je dus echt huilen als je dit boekje gaat lezen. Hij maakt gehakt van Darwin. Darwin is ouderwetse 19e eeuwse geouwe hoer. Zonder dat... Ja, dat me ergens over gaat. Hij zegt toen ergens, ja, Darwin is helemaal niet helemaal niet bezig met het ontstaan van het leven en hoe het in elkaar zit. Het enige waar die man zich over verbaasd heeft, toen hij naar de Galapagos ging op zijn oorlogsboot. Want daar was het ook, het was een militair schip, de Beagle. Ja, het had te maken met... de verschillende soorten. Dus het leven was er al, maar dan heb je verschillende soorten. En hoe zit dat dan? Ja, dan moet je bij Darwin zijn. Maar dat is een klein aspect, zou ik maar zeggen, van het gehele ontwikkelingsgebeuren. En met die experimenten die ze gedaan hebben met amfibieën, dan komen ze dus tot, ja, verzinnen ze dingen als organisatorstructuren en inductie en bouwplannen van dieren. Het gaat allemaal veel verder. En om nou terug te keren naar die evolutietheorie, is dat alles door toeval tot stand is gekomen. En dat geordende structuren bij toeval ontstaan uit ongeordende structuren. Dus orde komt van nature voort uit chaos door toeval. Dat is strijdig met de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Oftewel, dat kan niet. Ik heb het boekje gelukkig weer gevonden, want ik ben dus gestopt met alcohol drinken en met wiet roken en tabak roken. En ik was al gestopt met koffie. Nou, suiker koop ik ook niet meer. Maar dat is een kleinigheidje. Ik eet nog wel zoetigheid op de boterham, hoor. Zo. Maar dan krijg je dus... Ja, ik moest ook heel erg opruimen, by the way. Dus ik ben lekker gaan opruimen. En uiteindelijk aangeland bij het opruimen van een boekenkast die in de gang stond. Staat nog steeds. En daar vond ik het boekje terug over entropie.
Ik dacht dat ik het kwijt was. Maar ik heb het weer. Dat ga ik weer even doorspitteren. Ik heb dat vroeger gelezen. Ik vond het erg interessant. En begrijpelijk, by the way. En thermodynamica. Dus de entropie, de wet van de entropie. Dat is een onderdeel van de thermodynamica. Dus de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Thermodynamica gaat over entropie. En entropie heeft iets te maken met chaos. De entropie neemt alsmaar toe. En niet af. Dus kan je niet uit een oersoep door een reeks toevalligheden een periwinkel krijgen die in een SM58 loopt te blaten over een oersoep. Dat gaat niet. Een oersoep, als het er ooit was, hè, maar dat was dan nu nog steeds een oersoep geweest, alleen dan nog meer soep. In de zin van nog meer, nog chaotischer. Als jij in je kofferbak van je auto, dan stort je een emmer met blauwe knikkers aan de linkerkant. En een emmer met rode knikkers aan de rechterkant. Nou, dan liggen die blauwe knikkers, die liggen dus links. En die rode knikkers, die liggen rechts. Nou, dan doe je de kofferdeksel doe je dicht. En dan ga je lekker met het wief ga je een eindje rijden over landweggetjes en zo. Een beetje de Hoge Veluwe pakken. En dan bonk, 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 bonk. Nou, je kent het wel. Hè? Nou, als je dan 10, 20, 30, 40, 50 kilometer gereden hebt over allerlei landweggetjes. En allemaal van die keien onderweg. Dink, dink. En dan doe je je kofferdeksel open. Ja, dan liggen alle knikkers door elkaar. Hè? Ja, dan zeg je, oké, vrouw, alle knikkers liggen door elkaar en dat hoort niet. Weet je wat, we rijden nog even door, net zolang tot de rode knikkers weer aan de rechterkant liggen en de blauwe knikkers weer aan de linkerkant. En dan kan je erg lang blijven rondrijden en dan kan je net zo lang blijven rondrijden totdat zelfs de aardolie van Saoedi-Arabië opgeteld bij die uit Amerika helemaal op is. En dan nog liggen de rode knikkers niet weer rechts en de blauwe knikkers nooit meer een keertje links. Nee. Want chaos ontstaat uit orde. Ja, eerst had je een orde. Hè? Je had al die blauwe knikkers die lagen links in de kofferbak. En die rode knikkers die lagen rechts. Toen was het ordelijk. Dus netjes blauw ligt links, rood ligt rechts. En toen deed je de deksel dicht. Toen ging je in de rond. Bum, 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 bum. Nou, toen lag het door elkaar. Komt nooit meer terug. Dat komt nooit meer goed. Dus de entropie die neemt toe. Ik kan ook zeggen, de maximale vrijheid voor een knikker om ergens te gaan liggen neemt toe. Want toen de rode knikkers nog rechts lagen en de blauwe knikkers nog links, ja, dan mochten de blauwe knikkers alleen maar links liggen en de rode knikkers alleen maar rechts. Maar doordat er bonken de bonken de bonk, mocht plotseling de blauwe knikker overal liggen en de rode knikker ook. Ja, en die vrijheid geven ze niet op. Nee, ik ga niet meer. Vroeger was het echt onderdrukking van de rode knikker. Want dan moest de rode knikker helemaal rechts liggen en de blauwe knikker helemaal links. Nou, die dagen zijn voorbij. Wij liggen tegenwoordig overal. Ja, precies. Dat is chaos. Zo kom je ook gelijk uit. Want kijk, het is. Ja, kijk, het is duidelijk zelfs in. Ik moet even niezen. Niezen en gapen. Ja, ik heb er echt last van die verkoudheid, hoor. Bonzo moet vandaag een beetje op tijd naar zijn bedtime dingen gaan denken. Ja, het mag ook wel. 10 voor 11. Oh, man. Slaaptruintjes. Oh, wat ga ik lekker slapen zo dadelijk. Maar die... Er is sprake van een soort. Er is sprake van ordening. Dingen. Er is een ontwikkeling, laat ik zo maar. Er is een evolutie. Die kan je zien. Die komt ergens vandaan. En die moet van buiten het systeem komen. Die moet komen van een. Ja. Hoe moet ik zeggen?
Ja, iets van buiten de werkelijkheid. Of beter gezegd, dat wat we de werkelijkheid noemen, dat is slechts de verschijning. Wij zien alleen de verschijning van de werkelijkheid. En de werkelijke werkelijkheid, daar hebben wij geen toegang toe. Daar moeten we in geloven. Daar begint, dat is zeg maar wat de Bijbel noemt, God. God heeft dat bouwplan van die dieren even opgesteld. Zo zit een salamander in elkaar. En zo een giraf. Het is ondenkbaar dat een aap in een giraf verandert. Ook al wacht je net zo lang. Alles heeft een volgorde gehad. Waarin het dan kwam. Dat staat dus in Genesis. Genesis. Het is maar waar je de klemtoon legt. Maar het is het eerste boek van de Bijbel. En, die volgorde, die mag je toch wel hanteren, denk ik. Eerst dit, dan dat, dan zus, dan zo. Eerst licht. Ja. En dan pas de zon. Ja, maar dat kan niet, want al het licht komt van de zon. Ja. Dat is helemaal niet waar, man. En de zon is een fenomeen dat het fenomeen licht doorgeeft. Dus het fenomeen licht, dus het licht als fenomeen, is eerder dan het fenomeen zon. En net zo goed als dat de patat, die bestond al voordat McDonald's patatten ging uitdelen. Uitdelen, verkopen. Toen bestond patat al. En de gedachte dat alles, dat het uit een, dat de mens afstamt van de apen. Nou, er zit een ongelofelijke onlogica in. Omdat apen, die hebben weliswaar 5 tenen, 5 vingers. Wat ratjes trouwens ook hebben. Het is heel schattig om een ratje te zien eten. Dan moet je echt aan jezelf denken. Die pakken het ook zo met hun handjes beter. Knip, 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 knip. En een aap heeft dan ook van die ogen aan de voorkant. En een rat heeft dan die ogen aan de zijkant. Want een rat is een prooidier. Dus die moet ook bijna achter zich kunnen kijken. Of die vandaar niet gepakt wordt door een of andere gemene slang. Die honger heeft. En een aap die heeft dus de ogen aan de voorkant. En een aap is geen prooidier. Ze lijken wel wat op mensen, maar dan heb je het echt mee gehad hoor. Het schijnt dat apen niet met hun rechterhand onder hun linker oksel kunnen krabben. Ze kunnen wel krabben onder hun oksel, maar dat doen ze altijd met de hand die aan dezelfde kant zit als de oksel. Laatste weet ik niet zeker hoor, maar dat soort dingen worden verteld. En andere dingen ook. Bepaalde botverhoudingen zijn beduidend anders bij apen dan bij Nederlanders, bij mensen. Pikante anekdote is dat ik weet dat theosofen van mening zijn dat de apen van de mens afstammen. Ja. Kijk, het kan altijd nog gekker, snap je? Maar de evolutietheorie, dat kan niet verklaren het kan niet verklaren waarom die dingen geconstateerd zijn bij die experimenten waar Jordan het over had. Daar heeft Darwin niks over te zeggen. Dat was ook van na zijn tijd, dus hij kon het ook niet weten. Dus je kan het die man niet kwalijk nemen. Zoals Jordan zei, dat gedoe met Hegel, niet Hegel van de Hegeliaanse dialectiek, maar H-A-E-C-K-E-L.
Dus ja, dat is niet meer van deze eeuw, joh. Dat is van de 19e eeuw. Wij zijn nu modern. Ja, dat ik het even weet. En vreemd genoeg wordt Darwin... als ze blijven het maar roepen... Ze blijven maar doen alsof er niks aan de hand is. En alsof Darwin nog helemaal overeen staat. Maar dat is niet waar. Hij is al lang onderuit gehaald. En als je al begint dat je zegt, nou, de mensen stammen van de apen af. Nou, laten we dat dan eens even voor het gemak aannemen. Voorlopig. Hè? Maar waar stammen de apen dan vanaf? Als dat het beginsel is, hè, dat elk ding dat stamt af van een eenvoudiger ding. Hè, want een aap is een simpeler wezen dan een mens. De apen die, doen geen uitvindingen zoals een stoel en een tafel. Of een woning van 2 of 3 verdiepingen. Nagelschaartjes, gasfornuizen, dat doen apen allemaal niet aan. Wij wel. Dus een aap, daar kunnen wij van afstammen volgens de evolutie, mensen. Doordat die simpeler zijn dan wij. Maar goed, dan moeten de apen weer afstammen van dieren, neem ik aan nog steeds. Hè? Die simpeler zijn dan apen. Ja, waar ga je die dan vinden? In de apenlijn? De halfapen misschien? Dat is een apen met een vrij lange staart en... Makaken of zo, heette die. Ja, ik moet echt verschrikkelijk mijn neus gaan snuiten. Oh man, ben ik verkouden. Ik ga er een eind aan knopen. De volgende keer ga ik het oppakken met dat boekje over entropie. Dan ga ik dat eventjes lekker uitpluisteren voor jullie. Dat zullen jullie best interessant vinden. Behalve natuurlijk de evolutionisten. Die zullen waarschijnlijk weer gaan huilen. Dan ben ik al die tijd voor die gek gehouden. Mooi zo, dan kan ik even doen alsof ik huil terwijl ik mijn neus ophaal. Ja, mijn creativiteit is schier oneindig. Nee mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was toch een leuke vrolijke over evolutie voor evolutietheoristen en bijbelgelovende christenen. En mensen die nog niet weten wat ze nou eigenlijk zijn. Dat is eigenlijk wel, ik ben een beetje agnostisch. Ik heb wel het idee dat ik besta. Maar waar ik nou vandaan kom, misschien ben ik wel gewoon inderdaad gevonden tussen de bloemkool. Hey mensen, hartstikke bedankt voor jullie aandacht. Wees gerust, hè? We zijn er nog niet uit. Daar kan je ook een hele hoop uit putten. Wat is dat nou? We zijn er nog lang niet uit. We weten helemaal niet waar het leven vandaan komt. We hebben dat mooie verhaal uit Genesis. Genesis. Nou, dat moet je aannemen. Hè? Ja, ik neem dat aan. Ik heb er helemaal geen enkele moeite mee. Voor mij is het duidelijk dat... Alles wat ik waarneem, dat wordt veroorzaakt door één puntje. Maar niet een of andere ding met een naam of zo. Christus die had het over zijn vader. Of liever gezegd onze vader. Schopenhauer heeft het over de ene ondeelbare wil. Wat denk ik gelijk staat aan de vader van Christus. Kant had het over het ding zoals het zelf is. Het ding op zichzelf. Dat is er ook een. Dat veroorzaakt. Moet je zeggen. Wat doet God? Ja, die veroorzaakt. Wat veroorzaakt die dan? Nou ja, alles. De God van zijn tijd.
Ja, maar dan veroorzaakt hij ook aids. Nou, ja, niet uit zijn wil. Maar het is zijn wil dat mensen een vrije keuze hebben. En daar ga je God niet vanaf brengen. Want wat God wil, dat wil God en so be it. Dus God wil dat mensen een vrije keuze hebben. En als wij die vrije keuze gebruiken om onze leuter te stoppen in... nou ja, goed, geen vieze verhaaltjes houden. Hè? En vervolgens krijg je dan geslachtsziektes. Waaronder Acquired Immune Deficiency Syndrome. Vanwege het, het overtollige antibioticumgebruik. Wat ja, sodomieten, daar gaat het om. Tja. Het valt allemaal binnen de algemene wil van God. Dat dat gebeurt. Maar God heeft toch duidelijk gezegd, geen seks zoals bonobo's en de gemiddelde konijn. Allee, voordat mensen seks gaan hebben, hebben ze elkaar eerst heel goed leren kennen. En toen zijn ze getrouwd, toen hebben ze echt, iedereen wist dat die twee dan een stel waren. En dan gaan we wipper de wipper. Nou, als je je daar netjes aan houdt, dan krijg je helemaal geen geslachtsziektes. Namelijk, helemaal, never, nooit niet. Dan moet je je wel allebei aan houden. Hè? Niet alleen die vrouw die zich eraan houdt en dat die man dan wel stiekem buiten de deur gaat. Allebei. Geen seks buiten natuurlijk. Krijg je ook geen geslachtsziektes, krijg je geen aids. Dat kan het even weer. Ja. Nou, reuze bedankt voor het luisteren. Ik ga lekker mijn neus snuiten. En vandaag vroeg naar bedje toe. En op zijn hamburg zaak ik tjus. En dag mensen met een vraagteken. Boven hun hoofd.